de eerste in bunde. Jemig. Goed, perfect getimed. Even kijken, zoek even kijken. Ik denk rechts eerlijk gezegd. Ik denk rechts. Je moet wel een beetje zachter zijn. Ja, pap. Ja, ik hoor hem al. Ja, ik kom in ieder geval. Njut. Ik heb een mooie man. Kan, ka. Ra. Lekker. Het begint goed, jongens. Ra. Toen hadden we weer een Arriva van rechts. In de NS-app stond dat deze, niet aan het rijden was. Stond serieus, rijdt niet. Dus ja, maar hij rijdt dus toch wel. Ik denk dat het van 3, 4 minuten al 5 minuten vertraging of zo opgelopen. Nee, dit gaat nog een tijdje door, het duurt wel heel lang. Maar het is ook wel lief. Niks komt, want het is een rood nog. Dus ja. Ja, ik kan denken dat ik een beetje klets, want dit gaat zo lang duren. Vroeg ik hem al. Oh nee, ik dacht. Oh, oké. Okay. Hallo, Arriva. Waar blijf je? Ik ga hem niet zeggen dat ik moet aan het zitten voor niks, hè? Hallo. In het filmen, Arriva. Oh, ik hoor hem. Ja, ik hoor hem vertrekken, hè? Maar goed, ik heb altijd zo lang nodig. Jezus Christus, hé. Nou, hij komt hier vaal, eindelijk. Jee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 
Nou, hier van links neem ik hem aan, hè. Gok ik, denk ik, tenminste. Oh, Ik denk dat ik hem niet kan. Nee, ver om wou. Dat was als het trein van het commissaire. Ik weet wel nu ook weer. Raad hadden we denk ik alweer een verre van rechts. Het gaat niet zeker. Mag ze rechts niet even iets omlaag gaan? Yo, ik heb een hele hoofdweg erop, manier. Ik heb het spoorbompje daar erop. Ik heb het. Jezus, bijna helemaal. Ik hoor rechts wat. Ja, weer. Nou, ik kom in ieder geval mijn halve vaas of schoon. Ik bunde. Jeet. Ja, weer. Yo, raad je op, hè? Kanka. Waarom had die machinist weer het raampje opengezet? Wat de heck, man? Nou, ik denk niet meer aan Riva's. Dat moet haast wel. Oh mijn god, die heb ik echt even nog net. De camera werkte niet mee. Ik bleef al heel lang met 0 seconden. Nee. Mijn god, die heb ik echt even nog net. Ja, dat denk ik ook. Oeh. Dat is wel lang. Al links aan Riva. Dat zou waarschijnlijk daar van 16 zijn. Pap, hou jij voor mij rechts in de gaten? Pap, jawel. Ah, dat is toch. Nee, ik kom in ieder geval wel langs naar buiten dat je moet zo van naar binnen. Inderdaad, niet dubbel. Dat was diegene met Marcel Grand die ik maar ook heb met de schoenen opeens. Raad hadden we denk ik, weet dat raad niet zeker. Links hadden we de begroenboek. Dat zou denk ik de verre van links moeten vertegenwoordigen, worden, denk ik. Ik weet niet zeker, nu zie ik denk ik niks. Oh ja, ik zie hem al, inderdaad links weer hem. Nou, ik kom in ieder geval heel erg met de handen van een bunnen, maar er is overigens een been. Jee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 
gaan zo niet lekker met die video's. Hè. Het is echt ongelooflijk hoe weinig je komt, maar echt letterlijk. Ik vind het wel bijzonder rustig voor Bundy. Mijn god. Kijk, het was wel rustig. Ik had het wel rustig verwacht. Maar zo rustig nou ook weer niet. Nou, ik kom in ieder geval. Yeah, leuk. Lekker op. Nou. Fantastisch. Het was eigenlijk, ik denk dat het weer de laatste was voor vandaag. Want er gaat niks meer komen sowieso. Ja, ik hoop dat er van rechts eindelijk eens een keer gegaan. Jezus, wat kost tijd. Nee, wat tijd. Dat is een blaasje. Nu kom ik vertrekken. Nu al. Ja, goed. Dat is snel. Ja, ik kom hier al. Nee. Inderdaad, niet hebben. Papa heeft gezegd dat er 10 treinen gaan stoppen. Bij 10 treinen wordt dit waarschijnlijk de ene laatste. Want anders keur ik het echt niet goed ook aan video's. Sorry voor je hond, kan ik ook niks aan doen. Ik denk wel weer aan links. Ja, daar heb je hem. De motherfucking verm. Dan kom je van een halve vaart. Daar ben je in gesjeest. Jeetje. Kamka. Nou, nu ook naar de laatste, jongens. Denk ik voor vandaag. Ra, dan weer de laatste trein. Ra! Als het goed is, moet het verre van rechts zijn. Ik weet het gaat niet zeker. Daar ga ik wel vanuit. Maar ik stak rechts helemaal niks. Ja, rechts zou ik wel op school om lachen. Ja, ik denk al. Ik dacht, het zag er wel even uit alsof het een goederen was. Maar ja, ik hoor hem al. Nou, ik kom in ieder geval. Eindelijk is de laatste trein en dan kun je eindelijk zo leuk weg. Nee. Kamka. Ra. Lekker. Dat was de laatste, jongens. Super. Ra, de eerste bij Big Elslo. Ra. Ja, dat is een coole positie. Ja, I know, ik moet zakjes doen. Op welke kant komt iets? Wat denk jij? Links of rechts? Hoor je links wat dan? Rechts ook wat? Ja, dan kun je een vouw. Yes. Dit is echt een mooi man. Dit is mijn kant. Ik doe al zachter. Hier gaat zo doen, gewoon niet dingen. Ja, hier moet je ook echt even op het nippertje nog in te filmen. Je kan je gaan spotten opeens. Mijn god. Nu moet het echt links zijn. Rechts is nog geweest. Oh, verder. Oh, wat doet die verm hier nou weer? Dienstregeling of zoiets. Raakt het gewoon de volgende video te bekijken van mij? Gaat dit er weer zo'n laagje? En sorry voor de wind. Sorry voor deze wind. Ik kan niks aan doen, dus alleen maar als het er gebeurd had. Denk aan Riva. Oh nee, wil je verren? Yes. Dat is echt mooi man. Kanka. Arriva's toch? Jezus, waarom kom je op deze conferens? Jee, god, ik had echt even best wel een lang postje niks. Maar nu komt er weer een tegentrein.
Als we nu naar kinderen rijden, dan snap ik het niet meer. Gewoon links wat. Ja, Arriva, hè? Nou, ik kom in ieder geval. Jut. Inderdaad, niet dubbel. Ra. Ik heb zo'n vette locatie uitgekozen, die normaal, man. Ra, ik zei in de vorige video al. Hey, het gaat waarschijnlijk even boeken. Ra, is het boek gewoon even lekker door opeens. Dit is echt big also, hoe ik hem niet ken. Ik had het veel rustiger verwacht. Ja, oh echt wel. Ik kon in ieder geval. Jeet. Oh ja, voor hem. Ra. Ik ben enkel een taxi moeten. Gaan we gewoon door. Ja, dat was een auto. Jeet. Ra, haha. We hebben eindelijk weer zo'n trein. Hey. Halleluja. Die wil niet weten hoe lang wij niks hadden. Ik denk dat die nou moet gaan losbarsten, dan snap ik het leven niet meer. Links, denk ik. Of rechts. Dan komt het uiteindelijk. Jeet. Oh, lieve. Inderdaad, die dubbel. Ra. Nou, nou moet ik toch echt gaan boeken hoor. Ik vond nu eigenlijk direct een tegentrein. Hoppa. Nu boekt het even lekker door. Het boekt even lekker door met Jap. Gelijk de volgende trein. Dag. Holy damn. Het boekt lekker door nu. Verre hebben sowieso. Ja. Ik kom in ieder geval. Yep. Hoppa. Nu was het even lekker aan doorboeken eindelijk eens. Dan hadden we eindelijk weer zo'n trein hier. Wat betekent dat we elk kwartier iets kan komen hier. Dus ja, ik weet niet wat er nu gaat komen, want het is wel heel lang stil geweest. Ik kan niet horen die wind hier. Oh rechts, kom in val. Hup. Verder inderdaad. Kan, kan. Dan hebben we eindelijk weer eens een trein heen na al die jaren. Jezus, ik ben tot de box te vragen om naar Big Alton te gaan. Maar doe dan nou, stuur even van 3 jaar geen trein op me af. Voor wat links. Nou, ik kom in het geval. Jeet. Jeet. Kan, ka. Kan, ka. Ja, ik denk dat ik echt nieuw. Dat wordt eigenlijk inderdaad de laatste trein. Jezus. Dat, ja, ik gok ook de Arriva. Dat is er wel langs weg geweest namelijk. Ik kom niet wel. Jeet. Jeet, de robot gaat iets naartoe. Inderdaad, niet dubbel. Ik ging naar Roman, maar daar is een storing. Hoe dan? Ja, dit is echt de allerlaatste. We kunnen begaan, dat is de laatste. Hoezo? We hebben daar nog 10 minuten of zoiets. Ja, dat komt niet meer. Hoe weet je dat? Ja, ik heb gekeken. Wanneer komt de volgende trein dan? Na 3 uur. Oh ja, maar jezus. Kijk maar even. Kom rechts wat. Hij komt in ieder geval. Jeet. De kan, de kan. Geen enkele touwattractie. Lekker. Kom, we gaan lekker een ijsje halen. Ra, de eerste bij Maastricht. Hier zijn we al lang niet meer geweest, hé. Wee joe. Dit is inderdaad in het begin. Waren bijna en dan nou ja. Correct wat. Oh nee, links. Nee, komt in ieder geval. Yes! Dat is echt mooi man! Dat is een kamera! Oeh, echt een attractie, maar gelukkig niet. Nou, ik ga verrassen dan wat ze in de gaan op attractie hebben. Ik ga het langzaam omhoog, dat dingen, jezus! Ra!
ik rechts. Kan je rechts en dan even uitzicht. En toen ik heel stil was, hoorde ik rechts wat. En wat bleek, komt daar gewoon rechts een wirmpje aan. Dag! Tweede opname. Lekker. Dus ja, hè. Nou, ik... Kom in geval. Yes! 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 De kan, de kan. Hier komt het echt een mooi man. Jezus. Ja, ik weet dat er mooi zou zijn, hè? Dat weet ik wel. Lekker, 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 lekker. Rijden heb ik echt even nog net. Ik neem aan dat het Arriva wordt. Ik weet niet waarom. Maar Arriva lijkt me wel het meest logische nu. Ah. Oh, hij is weg. In een stek of zo. Neem aan Arriva. Gewoon niks. Huh? Hallo? Ik doe dit lang. Oh, rechts. Oh, nee, links. Goederen! Nou, je komt hier in ieder geval. Yes! What the heck? Hoe dan? What the heck? Ik dacht dat het Arriva was. Wat is het voor raar traject? Jemig, what the heck? Dat klopt helemaal niet. Aan de vooropname hebben we heel onverwachts een goederen gehad. Dat was raar, ik dacht Arriva. Nou, als het nu geen Arriva is, snap ik er niks meer van. Werden we dubbeltractie, werden we Arriva. Sowieso Arriva. Ik hoor hem al rechts. Oh nee, links, ik hoor hem van. Yes! Inderdaad, niet helemaal. Ra. Oh nee, lekker. Ik ging er zelfs een maastje rond. Ik weet niet dat ik aan het jubelen. Ik kan meer zo van mijn armen. Dus daar weet ik ook waarom ik dat net in het begin jubelde in deze video. Ra, daar hebben we eindelijk weer zo'n trein, hé. Jeemig, hoe lang gaat dat nog duren, hé? Even gekeken, maar ik zie links en rechts niks. Dus ja. Oh, links zie ik wat, een verm. Nou, ik kom in ieder geval. Yes. Kan, kan. Ra. Hoppa, nu zie ik een enkele dubbel trouwens. Ik ga vooral zo door. Lekker, lekker. Ra, we hebben eindelijk weer eens een trein van rechts. Ra. Haha. Jezus, dit is dit. Hè. Ja, je hoort goed dit. Dat lijkt pas iets van de zesde opname pas of zo. Jezus, ik ben blij dat ze bij het doen zitten, hé. Centraal. Zo weer terug daar, hè. Dat is gewoon leuker. Nou, je komt in ieder geval eindelijk. Yes! Yes! Bekaan, bekaan. Ra! Yes! Jezus, hoe lang moet dat duren? We eindelijk weer zo'n trein in. En ra. Deze overgang weet wel hoe je mee wil. Ze kunnen er bijna niks te laten rijden. Hé. Mijn god, hé. Jezus. Ach, zo opnaam pas of zo. Eindelijk de zevende. Schiet niet echt op, hè. Schiet echt niet op, gewoon. Maar oké. Okay. Dan kom ik fout. Yes. Yes. Inderdaad, niet dubbel. Ra. Nu hebben we nog geen einde op de tractie. Dat is wel heel fijn, maar ja. Ja, Maastricht, hè. Raad, we hebben eindelijk weer zo'n trein hier, hé. Ik heb geen idee wat ik kan, maar zo lang is ze komen, hé. Jezus Christus, hé. Haha. Ik weet niet welke kant die komt. Oh, links zie ik hem al. Het is een firm. Nou, hier komt in ieder geval eindelijk weer een trein hier. Yes! Kan, kan! Ra! Yes! Boekt hij ook nooit eens door, hè? Jezus, wat heb ik hier nog doorboekt? Ra, dan hadden we rechts eindelijk weer aan het vervelen, maar ra!
Jezus. Dit is nu even minder lange wachttijd. Ik denk dat dit het ene laatste wordt, omdat het nog maar 12 minuten heeft. Het wordt denk ik sowieso het laatste. We zitten er nog maar 12 minuten in de gaten. En ik heb niks gewoon, weet ik niet al. Deze stuk is ook nog niks, dat is een meevaller. Nou ja, hij komt in ieder geval eindelijk weer eens. Jeet! Jeet! Yes. Nou ja, hier is het hier ook lekker rustig. Dus het moet weer. Rechts, hier rechts een lokje! Ik weet niet waarom, maar we hadden like één goede hardbal. Maar ik zie op dit moment een lokje. We zaten aan de goederen zijn rechts. Als dit de tweede goederen is, hè, dan snap ik het niet meer. Nee, we hebben nog een goederen ook. 100% goederen. Sowieso goederen. Alweer een goederen lijkt me. Jezus, dat heeft echt geluk. Nou, hier komt hij in ieder geval, denk ik, hopelijk een goederen. Hier blijkt hij wel erbij. Ja, het is een goederen. Yes! Oh yeah! De tweede goederen van vandaag! Dat is echt geluk. Oh my god! Waarom zien we zoveel goederen vandaag? Ra! En de feit dat ik denk, maak ik zoveel mooi opeens. Met die andere goederen ook. What the heck, man? Ik was serieus net in de auto gaan stappen, omdat het tijd was. Liep ik weg. Komt hier even een trein opeens. Precies op tijd. Ik denk links, man. Hoe gaan we met onze goederen? Ja, links, arriba. Dan kon ik een vaal en halve vaart. Yes! Inderdaad, niet te woon. Ra! Hebben we gewoon even 11 video's weer te boeken? Bunde 10 genevotracties. Ik heb al 11 genevotracties en vandaag 11 video's ook genevotracties. Gaat lekker. Ra, de eerste begeleen. Hier is even een mooie positie die ik aan heb genomen. Holy moly. Ik denk rechts eerlijk gezegd. Even vette positie. Holy. Ja, rechts sowieso. Sowieso rechts. Ik kon zeggen, waarom doe het anders zo lang? Dan kan ik wel heel snel. Jeet. Inderdaad, niet dubbel. Hoppa. Lekker, lekker, lekker. Dat is maar de eerste, hè. Besef dat gewoon. Jemig. Ik zie, toen kwam er weer een verre van links. Ja! Toen was het weer een linkstijd, hè? Dat is gewoon weer tijd voor de verre van links. Het is een beautiful positione. Ja, hier is hij al. Nou, ik kom in ieder geval in heel vaart. Njeet. Njeet. Kanka. Ra. Hoppa, geen enkele dubbeltractie. Ga vooral zo door, MS. Wat deed ik zo enorm? Dat werd trokken. Hey. Oh my god, het is echt dat het ging mislukken. Want, like, ik was gewoon lekker aan het filmen. De camera bleef wel heel erg debiel lang, bij 1 seconde, bij 0 seconden. Ik dacht dat het ging mislukken, maar het lijkt ook niet. Daar ben ik blij om, hè. Rechts, denk ik. Ja, kon ik wel. Yes! We gaan hem! Kamika! Ra! Ik was zeggen links en links komen, want ik zie er helemaal niks. Ik vind wel op dat deze overal die niet van later mocht, het niet over links naast me. Ra, hadden we eindelijk weer zo'n trein van links en ra! Jezus Christus, hé! En als weten hoe die. En als weten hoe die mijn dag moet vernemen, dan ben je niks laten rijden, hé! Jezus, hé! Dat is best wel nog bij Eindhoven staan, daar kan het toch zo leuk worden. Nou, ik kom die in ieder geval einde. Iemand die rijdt langzaam. Ik wou net zeggen, die komt in ieder geval niet, maar. Ja, dit wordt een dubbeltractie. Er wordt er een, jongens. Rijd langzaam. Ja. Dit wordt een dubbeltractie, sowieso.
ding zo fucking langzaam. Hallo? Rechts horen wat. Waarom duurt het zo lang? Hé, wat rijdt het ding langzaam? Oh mijn god. Hier al 1 minuut. Alsjeblieft, rijd door. Rijd door. Alsjeblieft, rijd door. Trekt hij op? Oh, hij trekt heel lang door. Ik heb nog een wond. Oh, hij trekt op. Eindelijk. Een rare video. Alsjeblieft. Yes, we hebben het nog gelijk ook. Holy damn, we hebben echt even wat nipjes nog gehaald. Ik was bang dat ik ging stoppen, zo zag het er wel uit. Oh my god, die heb ik echt even nog net. In de volgende blauwe hadden we verder van links. Maar die reed heel langzaam. Maar die reed zo langzaam. Alsof die de overgang wel kan stoppen of zo. Heel raar. Verder van rechts mag ik even snel rijden. Mij fucking apart. Hallo? Hallo? Ja, dat gaat lekker hier met die langzame treinen. Waarom moet alles zo langzaam rijden? Leuk, gaat hij weer met het overgang stoppen? Leuk! Of rijdt hij door? Oh, dat is helemaal niet leuk, man. Ik weet niet wat er aan is. Ze rijden allemaal wat langzaam. Storing! Ga ik eens kijken? Ja, sowieso storing. Deze rijdt even langzaam als die andere. Ja, nou hoor ik dat hij doorrijdt. Jezus, duurt dit lang. Hallo? Ik hoor hem rechts. Nou, hij komt in ieder geval heel langzaam. Jut. Hij rijdt inderdaad langzaam. Alsjeblieft, rijd door! Rijd alsjeblieft door! Oh, we hebben het gehaald, gelukkig! Gelukkig gehaald! Kamka! Ik zou niks. Waar rijden de veertuigen zo fucking langzaam mee? Jezus, zee! Stomme dingen, stomme dag ook weer lekker leuk. We gaan de vooropname en letterlijk in de vooropname hadden we weer zo langzaam weer. Maar volgens mij gaat deze er even voor de normale, volgens de normale snelheid. Deze rijdt zeker voor zo'n normale snelheid, gelukkig. Ja. Jezus. Je gaat ook zo lang. Oh nee, laat maar, dat hij het langzaam weet. Ja. Nou, komt in ieder geval een normale snelheid naar een mond. Gaan ze toe. Yeah. Inderdaad, niet de bal. Ra. Yes. Oh, dan snap ik nou. Ik denk al, huh? Waarom is het in het begin zo donker? Ik heb het toch op vastgezet. Maar het kwam door de regen, daarom was het een stukje donkerder. Ik had echt ver verwacht, eerlijk gezegd. Waarom komt er nu opeens naar Riva? Nou ja, heel raar, hè? Heel raar. Hopelijk rijdt hij wel volgens de normale snelheid. Maar die rijdt weer zo fucking langzaam. Oh nee, niet! Dan komt in ieder geval. Yes! Inderdaad, niet helemaal. Ra, die regel ik wel volgens de normale snelheid. Ik had trouwens zo'n 10 video's door, hierna nog 3 video's, anders vind ik het te weinig. Ra, die heb ik echt even op een dempeltje goed gezien. Laat je wel even via de originele snelheid rijden en niet weer zo poep langzaam. Zijn het weer de originele snelheid zo te zien? Oh ja, die rijdt zeker wel de originele snelheid, gelukkig is. Jezus. Nou, hij rent nog wel langzaam. Niet zo langzaam als eerst. Hij komt in ieder geval met de normale snelheid, denk ik. Zo van. Yeah. Ra. Jee, wat kwam ik er niet uit, hé. Mijn heilige tité. Jezus. Ra. Zou je het even links? Ra. Of is het de brand van een verm? Nee, kan niet. Kan niet. Een hele mooie goederen. Kan niet. Nee, maar dat kan niet. Het is zit op Maastricht. Het zit op mijn mond. Ja, heb je toch... Ja. Ja, dat gaat sowieso wel gebeuren.
Want zo is deze stomme NS. Het is een lokje, zie ik links. Denk maar, is het nou film of goederen? Of ding. Het is eigenlijk goederen ook. Ja. Wat? Hallo? Wat, ja? Ik zei, oh, dat kon ik val. Yes! Yes! Wat de heck? Een goederen met de vrachtstrik? Doe dan! Met een dubbel tractie. Ra. Huh? Nog ineens? Jezus, dat hebben wij eindelijk eens geluk. Dit duurt niet meer lang. Aan de voorkomname hebben we gewoon een goederentrein gezien. Of traject zit dat Maastricht? Dat is heel raar. Maar in ieder geval, hier hebben we de 10e trein ook gelijk de laatste. Jezus, wat is hier nergens gekomen? Nou. Of film je hem, pap? Film je hem? Of je filmt mij? 9589, hè? Even kijken of we het kunnen zien. Film je mij, pap? Ja. Oh. Kijk, even, kom op. Yes! Dat is de laatste, jongens. De officiële. Oh, zonder voor het zo gelukkig bij Eindhoven-Centraal. We gaan de eerste bij Eindhoven Centraal, jongens. Kun je meteen doordraaien? Ja, dat denk ik ook. Hier is even een mooi beeld. Hoe niet wel? Echt even een mooi beeld. Niet dubbel. Dit is de kracht van de telefoon. Het is eigenlijk even gruwelijk. Allebei niet dubbel. Goed begin, jongens. Heel mooi begin. Dan hadden we hier weer een verm, jongens. Ja, serieus? Dit is die van Sittard. Ja, hier staat lekker lezen. Dubbel trouwens. Hier mag niks vertrekken. Echt even mooi, man. Eén kan mooi na zitten en één niet zo mooi achter. Trekt er iets? Trekt er iets, pap? Ja? Mooi. Toen we trokken hier alweer een verm. Ja. Die is lekker een vertrek al. Laat die alsjeblieft doorrijden. Of echt laat niks komen. Echt serieus, Alma. Hier weer zo'n rare verm als optrekgeluid. Pap, hou jij de trein achter mij in de gaten? Hou je achter mij in de gaten? Hallo? Wat zeg je? Hou je achter mij in de gaten? Ja, ik hou. Oké, we hebben vuist op elkaar, de K. Ja, sorry. Ik wil enthousiast dat we lekker aan het sporten zijn bij Eindhoven. Die rennen binnen links, alsof die doorrijdt. Oké, laat maar. Ik zit legit, ik zit van Joman, die gaat sowieso doorrijden. Oh, hou je achter mij in de gaten? Ja. Oké. Halen we niet. Of wij niet halen. En of we wij niet halen. Oh, shit. Trekt er iets? Trekt er iets? Pap, trekt er iets? Nee, ik ben hier. Oh, oké. Wel, gewoon ook gehaald ook. Hoppa. Toen we toch weer alweer aan het draag. Alsjeblieft, nee. Ja, dat geluid, hè. Maar hoor je die, hoor je achterwijn, hoor je mijn gaten, hoor je dinges? Oké. Okay. Oh yeah, lekker. Eindelijk weer sporten bij Eindhoven Centraal. Hier zijn we al lang niet meer geweest. Holy damn. Ja, ik dacht, ja, mondkapje. Ik dacht, ja, dan hoor je mij niet eens. Maar, hoor maar toch uitstekend nog. Stop. Hoppa, geen enkele dubbeltractie. Het wordt hartstikke gesmeerd vandaag. Het wordt echt gesmeerd.
Nou, hier hebben we wel een taxi. Dat is mooi, hè? Ja, dat ben ik gesmeerd hier. Doen we toch hier weer een firm lekker? Iemand heeft die moeite met opstarten. Is het voor haar een firm? Wat is je plan? Wat hoor jij de flirt in de gaten? Ja. Hoor jij de flirt in de gaten? Ja. Alles in de gaten houden. Wat heeft dit voor haar? Wat? Wat is het voor haar opstartsysteem? Ik heb precies een kan. Hier komt maar weer een filmpje binnen. Laat die alsjeblieft halen. Die heb ik echt even op het neppertje nog aan meten te zetten. Holy damn, ik heb echt op het neppertje nog even aan te zetten. Hey. Holy damn. Dit is een enkele trein dubbel. Dus ja. Papa, vluchtje. Ambi. Niet dubbel. Toen hadden we hier opeens weer een firm. Ja. Zo gaat het bij een dubbel centraal schijnbaar. Alleen maar drukte. Je mag echt letterlijk niks vertrekken. Dat gun ik mezelf echt niet. Ik wil gewoon weer filmen dat het super koud is hier. Maar jij de film in de gaten achter me? Dat is zes in elkaar. Oh shit. Yes, geen enkele attractie. Toen hadden we daar opeens weer een flirt. Jee. Dat moet echt heerlijk door hier. Tja, Eindhoven hè. Goh, is het eind op auto boekend. Hoppa. Vluchtje erbij. Komt wel heel veel van rechts opeens. Jezus. Alles is rechts is Eindhoven verliefd op. Oké, dan hadden we daarop weer een firm bij Eindhoven Centraal. Tatatatata. Hey. Nou, toen was het weer tijd voor de firm schijnbaar. Oh, die flirt hebben we moeilijk gehaald. Hoor je dan perfect? Jezus. Eén niet gewoon is het en één wel gewoon is het. Eén achtste radar. Een enkele deeltaxi er niet toe. Had ik wel verwacht. Maar schijnbaar niet, gelukkig. Holy damn, zit er echt even niet op te letten. Kijk opeens de andere kant op. Kom dit krenk dingetje even aan hier. Of door de firm. Komt hier opeens een firm aan. Holy damn. Holy damn, son. Laat die flirt niet vertrekken. Maar zeg maar als die flirt vertrekt. Ik heb wel 60 in elkaar. Die moet hier aan het voeren af. Ik wist het! Wat was... Ja? Hoop ik. Serieus. Hoop ik het goed doe. Hoor ik mooi. Dat is een kanka. Ik lijkt wel wel luisteren hoor. Waarom zijn er een beetje van firms hier? Hier moet wat ruimte hard af. Jezus, links mag ik nu achter mij. Of links, jezus. Achter mij mag ik nu niks vertrekken. Jezus, die gaat wel heel hard af hoor. Pap, zeg maar als je wat vertrekt hè. Ja. Oké. Okay. Roep maar als er wat vertrekt, hè? Shit.
En ik heb van allebei niet gemoord naar zijn achter. Ra. Oh, niks, gelukkig. En toen kwam er achter ook alweer een tractie aan. Bob, kijk eens achter je. Hij toetert! Hij toetert! Oh my god! Hier begint die tractie harder toetert. Wat is die tractie nou? Niet meer! Hij toetert gewoon in die tractie. Holy damn! Jezus, hé, stuk met de pleuris hierheen. Oh, shit. Echt hartelijk gelukkig. Wat is dat voor een vlucht? Hé, hey, leuk man. Jezus, maar joh, een grijze tractor nog op het eind. Dat is best wel speciaal. Ja, ik had eigenlijk net verwacht dat die vlucht nu ook ging vertrekken, maar tot nu toe ook niet. Er zijn opeens gewoon verfs hier. Holy moly, hé. Maar dit is wel eens goed in de gaten, want ik vind het ook niet. Maar hoor je achter mij in de gaten? Nee, dat is ook wel. Dat is echt een Amerikaanka. Ik moet wel even zoomen, Stijn. Ik heb ook hier alweer een vlucht. Die gaat naar Tilburg Universiteit. Ja, naar Tilburg Universiteit die vlucht. Nou, de vlucht deze vlucht gaat natuurlijk naar Tilburg Universiteit. Nou ja, dan weten we dat ook weer, hè? Ja, goed gaat. Niet dubbel. Oh, dan wat vestige brood. Dan mag je dat niet trekken. Nou ja, net zal het wel weten. Die heb ik echt even nog net, hè. Jimmy, die rijdt. Papa, hou je achter mij in de gaten. Ja. Oké, zeg maar als iets vertrekt, hè. We gaan maar redelijk lekker met die video's. Hoppa! Lekker dagjes op het Brabant. Maar die gaat naar weer toe. Ik zag het wel op het ding van. Lekker stappen daar. Mooi. Precies. Elkaar. Hoppa. Kunnen die erbij? Yes. Holy damn, die heb ik echt even op het nippertje nog even ingeschakeld. Mooi. Jezus. Gewoon, dit is niet meer helemaal voor mijn video's boeken. Jezus. Lekker voor video's. Dag. Waar kom ik al van? Dubbel, niet dubbel. Of dubbel inderdaad, jezus. Niet dubbel inderdaad. Waar blijft die trucks toch? Of die trucks lang weg is. Toen wordt er weer een firm. Ja! Dus ik een enkel. Ja, ik wou dat ik niet enkel dubbeltracties. We hebben maar één dubbeltractie gehad, dus het gaat lekker. En we hebben een tractie. En we hebben één dubbeltractie. En we hebben een tractie toeter. En we hebben een ambulance. Gewoon even een ambulance extra erbij. Jeetje, nou, we moeten eigenlijk een tractie komen. Dat is nog niet meer. Dat is een Mika. Ik vond het ook echt letterlijk nauwelijks leeg. Is dat top? Katten. Gaat goed? Oké. Hier, ik heb ik echt al op het net. Ik denk al, bij die eerste wagon zitten daar nog letterlijk stickers opgeplakt of 500 gravity bossen. Maar dat is letterlijk gravity. En gaat naar? Deze film ook echt op naar Weert. Of wij het niet halen? Wat nou extra voor jullie dit dan doen? Oh, dicht mee is er iets aan te trekken. Waarom rent hij zo hard, dat ding? Jezus, als ik dat niet deed, dat had ik niet gehaald. Dus dadelijk kiezen, jongens. Dus dadelijk kiezen waar je voor gaat. Je kan natuurlijk niet allebei doen, hè. Je kan nooit allebei. Ja. Oh. Niet dubbel die vlucht. En af en toe ook een vleur aan als het goed is. Of die staat er al, dat kan ook.
Waar blijven die praxis? Ze zijn lang weg. Je moet me wel gaan waarschuwen. Ja, ja. Oké, nou toen kwam hier alweer een berm. Dubbelen. Die ook een soort pier onnodig hard afremt, hè. Holy moly, hé. Laat die straks weer hem niet vertrekken. Ik word boos dan, hoor. Maar het is allebei nog groot, dus het lijkt me zo dat ik niet kan vertrekken. Oké, zo. Ah, die remt weer op weer. We hebben allebei een gemoord naast en achter. Ra! Daar. 1, 2. Hoppa, alles staat er nog. Ja. Komt goed. Ja. Gaat veel langzamer, die toeren. Ja, tuurlijk, joh. Nee, haal je makkelijk. Tuurlijk. Tuurlijk halen we die niet. Nee. Nee. Waar rijden ze super snel? Waar is hij dan? Waar is dan die goederen? Nee. Oh. Waar komt hij? Is hij er? Laat die beren niet vertrekken alsjeblieft, lijkt voor wiel. Beren mag niet vertrekken, ik hoop vis dan, hè. Moet je ook nog door mijn goederen. Kom, hou achter me in de gaten. Hou achter me in de gaten. Oh, maar je lijkt zo van de waar dit ding. Oh, die beren is lang. Hoppa. Goederen. Hoi! Hij toch nog even poederen mee weten te pikken. Ook wel mooi ook, hoor. Ik zie hem nog zo lang. Ik vertrok hier weer een film. En de volgende opname gewoon een goederen. Maar voor het groen vertrok ook nog even een trax. En ik was bang dat ik iets ging redden. Maar uiteindelijk toch wel. Serieus. Dan ga ik. Waar? Kan ik het halen om iemand op te krijgen onder? Ik zou goed draaien. Wat? Ja, je haalt hem op. Ik ben allebei niet gemoord als een ra. Ja, kijk hem op. Nice. Kom maar een trak zetten. Nou, die opname heb ik snel verneukt. Nee, dat is heel mooi. Nou, Spoorwegen in Nederland kan niet mooi filmen. Dat is met deze bewezen wel. Leuk dit! Kan ik echt voor de meter niet filmen, dat is net bewezen. Dit is een slecht geluk, hè. Oh, neem ik echt even op het nippertje nog. Holy damn. Even oplossen met die... Ja, op beste opname. Dit is een rare flirt en die trekt niet eens op, man. Oh, toch! Rare flirt, die trok, weet ik niet, over de helft niet op of zo. Heel raar. Maar inderdaad, niet dubbel. Dat is wel zeker dat niet dat het niet dubbel, dat die niet dubbel is. Jezus. Moet waar uitkomen zijn, hè? Toen kwam daar alweer de flirtje van de 27e opname alweer. Nou jongens, ongeveer 30 opnames had ik wel verwacht. Want ja, zo is Eindhoven, hè. Zo druk is het nou eenmaal hier. Noord-Brabant. Verder naar Eindhoven gaan we niet. Dat is echt... Nee. Inderdaad, niet dubbel. Dat is het ook, vind ik het ook lekker niet. Dat is ook mooi. Oh mijn god, die heb ik hier een stuk niet ver. Toen kwam daar weer een film en ik ben best bang, want die film is groen. Dus alsjeblieft, vertrek niet, laat maar deze gunnen. Shit! Ik heb een vissen in een kan, een ka. Ik heb een in een kan, een ka.
film, jongens. Zullen we nog op die vlot wachten? Nou. Die vloot wil ik nog even hebben. Dat is een heel einde, man. Toen kwam daar weer een veermuur opeens. Huh? Niet dubbel, dat is mooi. Ben ik bang dat die flirt op die film die gaat vertrekken? Ja, dat mag om. Wat? Houden in de gaten. Oh, ik dacht echt dat je een tijdje zou vertrekken. Maar gelukkig niet. Ik ben maar 60 en die gemorst in de kaart. Ik zet de laatste trein van rechts, ik heb maar weer. Ja, dat kan ik nou ook net zeggen. Serieus, moeten ze nou echt allebei gaan vertrekken? Wacht. Het kan toch allebei doen, hè? Ja, oh ja, joh. Doe we allemaal weer een kleur. Niet dubbel. Hoppa, nou laten we weer volgen nu met Jap. Oh, dat is zijn rol, dat heb ik gewoon opstaan. Hoppa. Nou jongens, mooie afsluiting. Ging beter dan verwacht. Ingevoederen. Wat een redelijk druk op voor een zondagmiddag. Dus ja, ik ben wel zo stuk en niet gemorst in de kant. Nou, ik ga even lekker stoppen, want hij heeft wel verdiend na zo'n drukke dag.